Samen met andere bekende vrouwen als Kim Veenstra en Monique Westerberg heeft de Volendamse bekendheid Monique Smit eraan bijgedragen dat Pim Lammers zich heeft teruggetrokken als schrijver voor de Kinderboekenweek. Deze bekende dames hebben hem, vanwege een van zijn oudere verhalen, in verband gebracht met kindermisbruik. Euskan Akjol noemt Monique in een column voor het AD een ongelooflijke domoor. In Nederland moet het werk blijkbaar eerst langs de kuisheidpolitie, die geen onderscheid kan maken tussen feit en fictie, vergiftigd door blinde haat, die in dit geval nota bene werd aangewakkerd door een notoir leeghoofd als Monique Smit. Hij vervolgt: Het ironische is dat mensen die doorgaans vinden dat je alles moet kunnen roepen, want we leven in een vrij land, nu de mond hebben gesnoerd van iemand die op een creatieve manier anderen wil bereiken. Aan tafel bij vandaag een site heeft Euskan het onderwerp gisteravond ook aangekaart. Ik heb me ook geërgerd, namelijk aan dat zusje van Jan Smit. Monique, ja. Heb je dat meegekregen? René van der Gijp, ja. Heel bijzonder wat zij gedaan heeft. Zij heeft twee of drie dingetjes uit dat verhaal uitgelicht: dat hij met twee vingertjes in dat broekje gegaan was en zo. Euskan, oh, moet ik het even uitleggen? Er was een jongen die mocht een gedicht schrijven voor de Kinderboekenweek. Ze hadden een verhaal gevonden van zes jaar geleden waarin iets stond over een relatie tussen een oudere trainer en een pupil. Ze hadden iets van affectie. Het was een verhaaltje van een vriend, en toen moest hij gecanceld worden. Dat is haar gelukt, al dus euskan. Ik las een reconstructie en het kwam weer uit de hoek van Forum en van Haga, die ook kamervragen had gesteld. Die jongen kreeg doodsbedreigingen en alles. Krukgast Roxanne Kneteman, ik raad iedereen aan om dat stuk gewoon te lezen, want het is heel confronterend wat erin staat, maar het gebeurt, op sportclubs, mensen hebben het niet doordat sommige trainers dit bij pupillen doen en die pupil belandt ergens in en weet eigenlijk niet of het goed of fout is. Dat haal ik er in elk geval uit, dat lees ik. Het gaat te ver, vindt Euskan. Wat is de volgende stap? Als je iets schrijft over een verkrachter of een seriemoordenaar, dan word je ook gecanceld in dit land. Het wordt steeds gekker. Wilfred geneet tegen Johan Derksen. Wat vind je van mensen als Monique Smit en Kim Veenstra die er zo op reageren? Johan, ja, dommigheid kent geen tijd. Dat mooie kopje van Veenstra, daar zit van alles in, behalve hersenen. En van Monique Smit wisten we dat al, want we hebben die liedjes van haar gehoord. Dus ja, daar moet je je eigenlijk niet kwaad om maken. Die zijn niet wijzer, die laten zich beïnvloeden door wat rechtsradicale nieuwsites.